Hoe heeft u het afgelopen jaar beleefd? Gezien wij de opleiding maatschappelijke zorg zijn en onder zorg en welzijn vallen. En onze docenten te maken hebben met de kwetsbare doelgroepen, konden ze al snel de stages hervatten. Met uitzondering op speciaal onderwijs. Het was dus een druk, zwaar jaar. Maar ik ben wel trots op wat wij hierin hebben bereikt. Wat heeft u als leerkracht het afgelopen jaar het meest gemist? Ja, dat is vooral het contact met mijn studenten en mijn collega's. De lessen zijn weer begonnen. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, dus ik ben ook heel blij dat ik weer echt voor de klas mag staan. Maar het is wel even wennen, want je bent de afgelopen jaar vooral bezig geweest met online lessen. Dat is een ander soort inspanning dan nu komt dat fysieke gedeelte erbij. Dus je krijgt heel veel prikkels binnen. En aan het eind van de dag ben je wel echt uitgeput. Dus als we weer straks terug mogen, dan mag dat wel op therapeutische basis wat mij betreft. Ja. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst? Ik denk dat wij wel de combinatie van fysiek onderwijs en online onderwijs zullen behouden. Wel over grote deel fysiek, maar dat online gedeelte komt er denk ik wel bij in de toekomst. Wat was voor u afgelopen jaar lastig of moeilijk voor u? Het afgelopen jaar was het lastigst dat ik letterlijk achter het scherm niet kan meekijken. Want als je dan voor de klas staat, ja, dan heb je echt contact met je studenten en kun je ook veel dingen sneller signaleren. En als je dan achter het scherm les geeft, is dat natuurlijk vermoeiend. Maar ook de praktische dingen, dat de microfoon het niet doet of je PowerPoint hapert of de camera doet het niet. Dus dat zijn wel lastige dingen. Ja. Welke ervaringen neemt u mee uit het afgelopen jaar? Naar uw manier van werken in de toekomst? Ja, het nieuwe manier van werken is nu, biedt natuurlijk veel perspectief. En dat stukje online lesgeven, dat zal mooi meegenomen worden. Nou, stel je voor dat een student ziek is, maar goed zich eigenlijk prima voelt om vanuit huis de lessen te volgen, is dat natuurlijk ideaal om daarmee aan de slag te gaan. Hoe heb je het afgelopen jaar als student van het ROC beleefd? Het was vooral een hectische tijd. We moesten heel veel online doen en dat was ook best wel uitzoeken hoe alles werkt. Wat heb je het afgelopen jaar het meest gemist? Ik denk toch wel het fysiek contact. Hoe is het met je stage het afgelopen jaar gegaan? Gelukkig hoefde ik niet te stoppen met mijn stage. Kon ik gewoon alle examens en opdrachten uitvoeren. Het ging wel heel anders. En de lessen zijn weer begonnen. Hoe heb je dat ervaren? We mogen nou weer één dag in de week naar school. En dat vinden we toch wel allemaal heel leuk. Ja. Welke ervaringen van het afgelopen jaar neem je nu mee naar de toekomst? Ik denk toch wel meer gestructureerd zijn. Beter plannen. Want in de coronatijd moet je alles thuis doen. En je moet ook zelf een veilige plek voor jezelf creëren. Heb je het afgelopen jaar nu meer of minder tijd besteed aan je studie vergeleken bij de normale omstandigheden? Ik heb meer tijd besteed aan mijn studie, omdat we alles thuis moesten doen. En dan zit je er toch lekker in en dan ga je toch verder werken met opdrachten. En heb je nog een tip voor toekomstige ROC-studenten? Ja, zoek vooral hulp bij studenten en docenten als je ergens niet uitkomt. Want samen kun je veel meer aan en dan kun je elkaar tips geven.